De delegatie zal een bezoek brengen aan verschillende overheidsinstanties en particuliere organisaties voor overleg over de problemen die zich bij terugkeer voordoen. Momenteel zijn er ruim 1200 personen die in Suriname gebruik maken van de remigratieuitkering. Het gezelschap zal te gast zijn bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo om daar aan remigranten en andere geïnteresseerden voorlichting te geven en adviezen te verstrekken. Remigratie is een niet geringe stap in het leven van een migrant. In de praktijk blijken velen tegen diverse problemen aan te lopen in het eerste jaar na remigratie. Tijdens het bezoek aan Suriname zal de delegatie de opgekomen vragen onderzoeken en waar mogelijk daar direct een oplossing voor geven. De delegatie zal tevens mensen die zijn teruggekeerd bezoeken. Samen met de Sociale Verzekeringsbank houdt de delegatie op de Nederlandse ambassade voorlichtingssessies.